Hallo allemaal, daar ben ik weer. Ik ben Malou en ik heb jullie vandaag meegenomen naar het Otterke in Beekenonk. Om mee te kijken naar de opening van de kinderboekenweek hier. En ik heb jullie speciaal meegenomen naar het Otterke omdat juffrouw/directrice Monique hier een heel speciale verrassing heeft voor de kinderen. Dus dan gaan we eens even kijken wat er is. Dat kunt zien. En dat boek mag je thuis lezen en dan weer verder geven aan andere kinderen. Kijk, als je boeken leest van de bief, dan geef je die boeken terug aan de bief, hè? Want, ja, daar mag je niks anders mee doen. Die moeten terug naar de bief, want die zijn van de bief. Die mag je lenen, lezen en weer teruggeven. Kinderswerfboeken, die mag je ook eventjes thuis houden, maar het is de bedoeling dat nog meer kinderen die gaan lezen. Zullen we optellen? Van 1 naar 0. 10, 9, zorgen tot het kastje gevuld blijft dan. En tot ze allemaal gestickerd zijn met een code en een tekst en zo. Met een groepje. Ik ben van de organisatoren. En wij bedenken activiteiten. Kinderboekenstation zit een sticker en als je hem openslaat aan de andere kant zie je hier ook ja, een soort van dezelfde sticker. Alleen daar staat een code op en een QR-code. En omdat hij zwerft, gaat hij natuurlijk, kan hij overal belanden. Als ik hem dan in Groningen heb, zeg maar, dan kan ik via die code, kan ik dan doorgeven waar die is, wat de locatie is van het boek. En zodat de beheerders dan kunnen zien waar het boek is. We vinden het zonde als als je boeken weggooit, die andere kinderen ook gewoon nog kunnen lezen. Stel je hebt nog boeken, oude bruikbare boeken, dan kan je voor of na schooltijd ze in dit mandje leggen die naast de boekenkast. Dus leg je boeken in dit mandje.